93.7 Sleutelstad. Sleutelstad FM. Het is de Waard, radiomaker in Leiden sinds begin jaren 80 en sinds 2005 hier bij Sleutelstad. Nou, het leuke van Sleutelstad is natuurlijk dat ik allerlei dingen kan combineren die ik onwijs leuk vind om te doen. Radio maken, Leiden, nieuws volgen. Nou ja, perfect. De dag bij Sleutelstad die begint meestal met inventariseren wat er allemaal gebeurd is de afgelopen uren voor het nieuwsprogramma. Dan gaan we met de redactie om tafel. Ja, kan je mij wel aan gaan zitten kijken en je weet waar de stofzuiger staat. Natuurlijk is niet alles op de radio live. We gaan ook vaak de stad in met een reportagerecorder om een interview op te nemen of een reportage. Ik ga even de straat op. Succes, hè? Succes. Als je dan terugkomt in de studio, dan gaan we dat monteren. De programma's worden gemaakt door vrijwilligers uit de stad, maar Sleutelstad is natuurlijk ook een bedrijf. En daarom hebben we ook personeel. Bijvoorbeeld Dennis, die doet de reclameverkoop voor Sleutelstad. Ik ben Dennis Oudzorn. Ik werk al 6 jaar voor Sleutelstad. En ik verzorg de sales en marketing. Dus om onszelf beter op de kaart te zetten. Maar natuurlijk ook om advertenties te verkopen. Gebitsprothese nodig? Deze maand betaalt Tandtechniek Leiden het eigen risico. Zierkzee Dakwerk. Altijd een goed dak boven je hoofd. Alle vrijwilligers die bij ons werken bij Sleutelstad, die hebben hart voor de stad. En die hebben allemaal wel iets met Leiden en directe omgeving. Een van onze vaste vrijwilligers, dat is Mark de Roo, de DJ. Die presenteert elke werkdag van 2 tot 5 een muziekprogramma. En daar wordt echt superveel naar geluisterd. Goedemiddag Sleutelstad 93.7, maandagmiddag aangenaam. Ik ben Mark de Roo en tot 5 uur draai ik de platen die je horen wilt. Nou, ik maak radioprogramma's. Het is middags tussen 2 en 5. Gewoon een beetje praatje plaatje. Omdat ik het ten eerste hartstikke leuk vind om de muziek te draaien die Sleutelstad FM draait. Ik zoek ze natuurlijk ook zelf uit. Maar ook om gewoon iets te betekenen voor de stadleden. Tot zover jouw kijkje in de keuken van Sleutelstad FM. Tot zover de film, tot zover het genot. Oh nee, nog één ding, Barry Babak. Ze noemen me Barry Babak, ik ben de koning van...